De vraag is van mevrouw Miranda van Eetveld tot de heer Philippe Muijters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van agressie in het jeugdvoetbal. Dat is toch wel een... Hoe kan dat lager? Dank u wel. Goed zo, mevrouw van Eetvelde, u past dat aan en u... Oh, ja, kijk, verschillende mensen. Dank u wel, voorzitter, meneer de minister en collega's. Het afgelopen weekend kwamen er verschillende wantoestanden bij het jeugdvoetbal naar boven. En ik denk aan een eerste zwaar incident bij een voetbalwedstrijd tussen twee jeugdploegen in Wilrijk, dat toch ontaard is in een echte knokpartij. De reden van die agressie was de scheidsrechter. Een van de teams voelde zich benadeeld. En er vielen eerst wat woorden en uiteindelijk leidde dat tot een ruzie. En voordat men het eigenlijk goed wist, waren de ouders en de supporters, gingen zij elkaar te lijf. De politiediensten zijn erbij te pas moeten komen om de situatie te kalmeren en de rust terug te bewaren. Maar er vielen ook gewonden. En in datzelfde weekend gebeurt er een tweede incident met een jeugdwedstrijd in het voetbal in Sint-Truiden-Heers, waar een moeder naar haar 9-jarig zoontje die aan het voetballen is staat te kijken en scheldwoorden over haar krijgt van... Is uw opvoeding van uw kinderen, gebeurt dat in het bos, dat is er natuurlijk wel zwaar over. En ik denk dat soort uitspraken en dat soort bedreigingen is in het jeugdvoetbal niet nieuw. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een oud zeer is. En ik denk iedereen van ons die al eens naar een jeugdwedstrijd gaan kijken is, heeft moeten vaststellen dat aan de zijlijn of aan de rand van het voetbalplein toch wel wederzijdse beledigingen heen en weer vliegen. En in dat klimaat moeten de scheidsrechters natuurlijk het hoofd koel houden. En ik denk dat dat ook geen pretje is. En ik wil heel kort verwijzen naar een studie van de KU Leuven, waar 9 op 10 scheidsrechters ooit al te maken gehad hebben met verbale of fysieke agressie tijdens, voor of na een voetbalwedstrijd. En 9 op 10, dat vind ik toch wel hallucinant veel. En daarom, meneer de minister, wil ik aan u vragen, wat is uw standpunt rond deze gebeurtenis? En hoe gaat u de toename van de scheldpartijen en de bedreigingen en de agressie bij jeugdvoetbal, maar goed, in een bredere kader, alle sporten van jongeren in het algemeen een halt toeroepen? Minister Muijters. Dank u wel. En ik moet zeggen, ik ben 16 jaar coach en trainer geweest van een jeugdvoetbalploeg. En ik heb dat ook gezien. En ik kan u zeggen, mijn eerste standpunt is hier duidelijk. Elke vorm van agressie, elke vorm van unfair gedrag, elke vorm van racisme, dit kan niet, dit mag niet. Laat die jongeren zich ontwikkelen. Laat die jongeren plezier hebben. Komt daar niet intussen. Ik denk dat dat voor mij het meest belangrijke is. Natuurlijk, u zei het zelf al, het is niet nieuw. Ik denk ook dat het altijd een blijvend fenomeen zal zijn. En het is zeker niet alleen in sport. Het laat ons niet de indruk wekken dat dit een probleem is specifiek voor de sport. Ik denk dat je unfair gedrag, racisme en agressie overal wel tegenkomt. Maar, en daar wil ik u in bijtreden, laat ons daar actie in nemen. En we hebben heel wat acties gedaan. En wat ik belangrijk vind is dat we die acties doen op de verschillende niveaus die we in sport hebben. Beginnend vanuit Vlaanderen, we hebben een decreet van gezond en ethisch sporten, waar we richtsnoeren geven aan de federaties, zodanig dat zij in plaats van reactief te gaan reageren, proactief een aantal maatregelen kunnen nemen. Dus eerder voorkomen dan genezen. Ten tweede hebben we de federaties, en er zijn een aantal federaties, ik denk aan de Voetbalfederatie Vlaanderen, die heel hun jeugdsport hebben herzien, de manier van werken daar hebben herzien, waarbij de jeugd wordt gezien als plezier, wordt gezien als een recht voor de jeugd om sport te kunnen beoefenen. Maar ik trek het wat ruimer, u vraagt niet alleen de voetbal, maar de Vlaamse sportfederaties hebben samen een traject uitgewerkt naar scheidsrechters en officials, waarbij zij zeer specifiek nu al 26 federaties hebben die dat mee gaan uitrollen. Dat is aan de start van die uitrol, maar dat is ook belangrijk. En tenslotte de clubs, want dat is natuurlijk zeer fundamenteel. Daar zie je dat een aantal clubs echt al een beleid voeren met afspraken met bijvoorbeeld naar de ouders toe. Natuurlijk, niet iedereen heeft dat. En vandaar dat we ook praktische tools hebben om clubs daarbij te helpen. Maar ik denk dat ik met mijn uitleg u aantoon
dat we veel actie al nemen en dat we ook snappen en begrijpen dat naar de toekomst toe we blijvend zullen moeten inzetten om agressie te voorkomen. Mevrouw Neethelden. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik ben blij te horen dat de regering toch ook daarmee bezig is en dat men het probleem niet onderkent en dat men dergelijke toestand dat onaanvaardbaar is. Ik wil nog eens benadrukken, dus de sensibilisering en de preventie moeten in deze problematiek toch echt wel centraal staan. En dat is niet een kwestie van één betrokken partij. Dat zijn verschillende actoren. En ik denk dan aan de ouders, de spelers, de trainers, de scheidsrechters, de clubs, de federatie, de bonden. Moeten echt allemaal de handen in elkaar slaan. En ik zeg zeker en vast niet dat het niet gebeurt. Want ik weet ook uit heel goede bron dat er clubs daarmee bezig zijn en daar het probleem echt te gronde aanpakken. Maar in elk geval is er één te veel. Dus ik denk dat we dat dan ook niet kunnen zomaar laten passeren. En dan wil ik er nog aan toevoegen, zou ik ook toch nog wel aandacht willen vragen voor het lokale niveau. En ik denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van de directeur van het Gelijke Kansencentrum, die zegt, ja, het bestaat wel op regionaal en nationaal en internationaal niveau, bestaan er wel campagnes tegen racisme in het voetbal, tegen agressie in de sport, maar het lokale niveau wordt daar toch vaak bij vergeten. En goed, het is vaak onderaan de ladder dat de grootste... Wie wens aan te sluiten? Wie was er nog? Nee, dat kan niet. Misschien van de CD&V. Toen was... Nee, ik ben er vandaag niet bij, sorry. Meneer Anouri ook, hè. Meneer Bayaar. Meneer de voorzitter, meneer de minister. Een van de twee voorvallen ging over een scheidsrechter. En dan het inherent kenmerk, namelijk deze van zijn neutraliteit. Enerzijds zou het een logische piste kunnen zijn om de matchen of de wedstrijden waarbij een tekort is aan een neutrale scheidsrechter te weerleggen naar later of niet te laten doorgaan. Dat is enerzijds. Anderzijds weet ik wel dat er een nijpend tekort is aan scheidsrechters op dat niveau. Dus mijn vraag is of dat wij kunnen meedenken, bijvoorbeeld met de Koninklijke Voetbalbond, om mogelijke oplossingen te vinden voor deze spanningsveld. Dank u. Meneer Beenders. Ja, bedankt, voorzitter. Minister, ook bedankt voor uw vraag en voor de erkentelijkheid dat de problematiek toch niet zomaar mag onaangeroerd blijven. De cijfers van de studie van de KUL bewijzen het. Het is 5-12. En we mogen heel de problematiek wel toeschrijven aan een gebrek aan respect. Dat niet alleen binnen de sportclub heerst, het gebeurt ook in de dagelijkse samenleving. Zo gooit de ene zomaar ongegeneerd een papiertje op de grond en slaat de andere ongegeneerd een scheidsrechter in zijn gezicht. Dat zijn dingen die we niet kunnen toelaten en waar we op moeten reageren. Ik hoor graag dat u met actieplannen bezig bent, maar de studie van de KUL, die gebaseerd is op een goede steekproef met meer dan 650 scheidsrechters, die bijna allemaal lokaal in jeugdreeksen of in provinciale reeksen werkzaam zijn, geeft aan dat we een tandje gaan moeten bijsteken. Dus ik hoop dat die actieplannen waar u mee bezig bent, dat die in een versneld tempo tot op het terrein geraken en dat we misschien toch wel er een grotere prioriteit voor maken, zodat het respect in de sport ten aanzien van de andere club, de scheidsrechter, maar ook ten aanzien van de ouders, toch wel wat gaat verbeteren. Ik dank u. Meneer Anouri. Dank u, meneer de voorzitter. Het is terecht dat men al heeft aangehaald dat een oud zeer is in de sport, in de voetbal, ook bij jeugdploegen, jammer genoeg. Meneer de minister, u en ik hebben een tijd in dezelfde voetbalbond gespeeld. Over de arbiters, zoals de eerdere collega het aanhaalde, het klopt, soms is er geen neutrale arbiter, maar heel vaak en in de meeste gevallen wordt dat op een amicale wijze opgelost. En wordt er iemand aangewezen als arbiter en verloopt dat wel in goede sfeer. Soms loopt dat een beetje mis. Nu heel kort om terug te koppelen naar die jeugdvoetbal, naar de jeugdvoetbalploegen. Het is natuurlijk ook zo dat die jeugdvoetballers zich spiegelen aan de ouderen, aan de professionals, aan de mensen die op hoger niveau voetballen. En ook daar zie je maar al te veel, en ook in die reeks, in die bond waar u en ik hebben gespeeld, gevallen van agressie. Spelers die voor anderhalf jaar worden uitgesloten omdat ze volledig doorslaan en de arbiter
meppen beginnen te verkopen. Of nog veel erger. En daarom is mijn vraag aan u, meneer de minister, of er ook een plan is om heel duidelijk een gewaarwordingscampagne op te starten naar die professionele, volwassene sporters, die daar ook heel duidelijk een signaal in kunnen geven, zodat men eigenlijk terug kan keren naar wat het belangrijkste is bij het jeugdvoetbal en jeugdsport op zich, namelijk het ontspannen, het samenkomen, het zichzelf sterker maken, het zich amuseren, en dat er een heel duidelijk signaal komt dat agressie niet thuis hoort. Want ondanks het feit dat dat een oud serie is, is het iets dat al veel te lang aanhaalt en moet er eindelijk perk aan paal aangesteld worden. Minister Muiters. Dank u wel. En ik wil op een paar dingen reageren. En, eerst en vooral, mevrouw Van Itvelde, uiteraard tot op alle niveaus, zeker ook het lokale niveau. Vandaag belang dat we eraan hechten, dat we dat tot op het niveau van de club kunnen organiseren. En als ik dan kijk dat de clubs effectief soms al echt een beleid hebben, waarbij op voorhand worden afspraken gemaakt met ouders. Ik weet bijvoorbeeld van een van onze provincie Antwerpse clubs waar effectief wordt gezegd dat bij de jongeren, dat als de ouders zich niet gedragen, ook de jongeren van het veld worden genomen. Ik weet niet of dat een goede aanpak is of niet, maar als die afspraken op voorhand worden gemaakt, is dat een goede zaak. Ik maakte zelf ook altijd afspraken met de ouders. Vanaf het begin van het seizoen, als er problemen waren, zou ik het wel zeggen en is het niet aan hen om dat te zeggen. En als je daar goede afspraken maakt, tot mijn verbazing lukte dat altijd wel. Maar akkoord dat we dat moeten doen en blijven doen naar die lokale clubs. We doen daar ook de nodige richtlijnen voor. Daar zijn effectief die praktische tools van hoe pak je die dingen aan. Dus zeker dat doen we. Meneer Bayar, ik zou zeker niet naar uitstellen van matchen gaan als de scheidsrechter niet aanwezig is. Ik heb het plezier en het ongenoegen bij wijze van spreken gehad mee te maken dat er geen scheidsrechter was in de match na waar ik had gespeeld of coach was geweest. En dat ik dan het scheidsrechtersfluitje overnam. En als je daar, en ik ben het dan eens met meneer Anouri, als je daar dan van tevoren zegt, kijk, het is dankzij de vrijwilligheid van mensen dat je nu toch kan spelen, dan was daar in de meeste gevallen, meneer Anouri, toch heel veel begrip voor en dankbaarheid. Want het is dankzij die persoon dat je kan spelen. En die dankbaarheid die moet je wel mee hebben naar alle scheidsrechters toe. Ik denk dat daarom wat is opgezet geweest met de Vlaamse sportfederaties, niet alleen voor voetbal, maar nu al voor 26 federaties, naar officials en naar scheidsrechters, dat dat de juiste weg is. Want het is ook aan die scheidsrechters vaak, en ik wijs ze niet met de vinger, maar geeft ze iets mee van hoe pak je een moeilijke situatie aan? Hoe ga je om met eerste elementen van agressie? Ik denk dat je daar ook veel rond kan doen. Meneer Beenders, die actieplannen op terrein, ik denk dat u het ondertussen hebt begrepen, die bestaan. Maar het blijft werken. Het blijft elke dag werken, maar dat is bij alles. En ik denk dat u ook akkoord bent, u hebt het gezegd. En gedrag, racisme, agressiviteit, het zijn dingen die we altijd moeten bestrijden, waar we nooit mee kunnen akkoord gaan. In elk geval is er één te veel, maar het zal wel ook in de toekomst blijven bestaan. Maar laat ons er alles aan doen om het te beperken en tot zijn minimum te herleiden. En meneer Anouri, ik denk dat spiegelen aan ouderen, ik begrijp u daarin. Ik heb echter niet de indruk dat we daar veel aan kunnen doen. Daar speelt zoveel anders mee een goal. Er speelt veel geld mee, er speelt veel andere dingen mee. Ik wil graag dat met de voetbalbond wel eens opnemen van kunnen we daar iets rond doen. Maar ik hoop dat het niet zo is dat jongeren dat dan het voorbeeld moeten vinden. Ik denk dat er op veel plaatsen, en met coach, en met trainers, en met ouders, samen, effectief, allemaal samen, kan een oplossing gevonden worden, kunnen afspraken gemaakt worden. En weerspiegelen aan wat anderen doen, is niet altijd het goede. Ik hoor nog altijd mijn ouders zeggen in een tijd van, het is niet omdat een andere springt dat jij ook moet springen. En wel, dat telt ook hier. En ik snap wel dat ze graag zien naar, die topvoetballers. Maar laat ons toch maar onze verantwoordelijkheid nemen op het lokaal niveau, in de clubs, met de ouders. En ik ben ervan overtuigd dat dan we toch nog stappen en verbeteringen in het proces kunnen krijgen. Goed, mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw uitgebreid antwoord. En ik ben er vast van overtuigd met de juiste aanpak dat we samen er moeten voor zorgen dat deze jongeren op een ontspannen, ongebreidelde manier een sport kunnen uitoefenen. En dat is toch hetgeen wat we allemaal willen. Dank u.